Op 17 juni 2015 was de start van de uitbreiding van winkelcentrum Mercado in Beek. Eigenaar van de Mercado, de heer Willems van Sintres Achmea, en de aftredend burgemeester Kreewinkel van Beek deden dit door het nieuwe logo te onthullen. De vastgoedeigenaren van de omliggende gemeente zouden bezwaar hebben aangetekend. De burgemeester constateerde anders. Ik constateer dat er geen bezwaar is aangegeven tegen de omgevingsvergunning. Dus ik ga ervan uit dat ze daarmee akkoord waren. En ja, daarmee is het onherroepelijk en kunnen we eindelijk die fantastische bouw starten. Wat zei je het gevoel dat je zo'n mooi project kunt starten? Ja, het is fantastisch. Het is fantastisch als je dit soort dingen in je gemeente hebt. En je ziet hoeveel interesse er is van zowel de bezoekers. Er komen toch 2 miljoen bezoekers per jaar. Dat betekent toch dat volgens het koopstromenonderzoek van de Rabobank dit het koopcentrum is van de Westelijke Mijnstreek. Ja, als je dat dan een facelift kunt geven en het straks ook echt het centrum is voor de toekomst, ja, het is fantastisch. Je bent niet bang dat hier ook eventueel leegstaan kan komen? Nee, juist niet. Je ziet als je het dossier goed bestudeert dat er hier een wachtlijst is. Dat er heel veel ondernemers staan te popelen om hier te beginnen. Dat er ook ondernemers in Mercado zijn die willen uitbreiden. Ja, dan is dat een fantastische ontwikkeling die met twee handen moet worden aangegrepen. En waar in ieder geval die consument de mogelijkheid moet bieden om daar gebruik van te gaan maken. De leegstand in Beek Centrum. Heb je daar aan gedacht? Zeker, we hebben dit helemaal ontwikkeld samen met de ondernemers. Die zitten ook, heeft dat ook kunnen horen in de toespraken, betrokken bij de invulling van Mercado. Doordat we een heel scherp segment neerzetten, namelijk de speciaalzaken in Beek Centrum, dat absoluut de moeite waard is. En hier, het midden- en lagersegment, zie je dus dat er een tweedeling komt en dat we eigenlijk elkaar aanvullen. Dus in plaats van elkaar te bestrijden, zie je juist dat bijvoorbeeld in een parfumzaak, een speciaalzaak in het centrum zit en hier het midden- en laagsegment, zodat voor ieder wat wils in Beek te krijgen is. Hallo, je zit van Daisy Lingerie, Bad en Ondermode. Ik zou Ger een vraag willen stellen. Wat vind je hier van de verbouwing, van de nieuwe verbouwing van de Mercado Beek? Nou, we zijn eindelijk blij dat het vandaag begonnen is en de aftrap is genomen. En dat echt de hele verbouwing nu ook aan de gang gaat. En ja, we hopen gewoon op dat de bezoekers heel erg geïnteresseerd blijven. We gaan ze op de hoogte houden. Ja, misschien leuke acties verzinnen voor de klanten. Dus ja, we zijn heel blij dat het begonnen is. Ja. U bent niet bang voor de hoeveelheid stof en de bouwvakkers? En de verbouwing gaat natuurlijk in 3 fases. En eigenlijk pas bij de 3e fase, dat ze echt binnen aan de gang zijn, dan zullen we misschien wel een beetje stof gaan krijgen natuurlijk. Voorkom je niet met een verbouwing, maar er worden voldoende maatregelen genomen dat we daar zo min mogelijk last van gaan krijgen. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Ja. Hoe lang heeft u de zaak al in de Mercado? We zitten met deze lingerie al 20 jaar in de Mercado, waarvan ik de laatste 6 jaar de eigenaresse ben. Ja, dus voor u is het rendabel genoeg om hier te blijven zitten? Zeker weten. Ja, we hopen hier nog jaren door te gaan. Ja, ja. Dus uiteindelijk een hele mooie nieuwe vernieuwde Mercado. Ja. Zijn er ook nadelen, mevrouw? Tijdens de bouw moet je de mensen wel geïnteresseerd houden natuurlijk. Dus je moet wel zorgen dat je ook goed bereikbaar blijft natuurlijk. Dat de mensen tijdens die verbouwing toch ook gaan blijven komen. Maar met de communicatie komt dat wel goed. Ons is beloofd dat ze alles aan gaan doen. Maar ik zeg al nogmaals, met leuke acties voor de consumenten. Denk ik wel dat de bezoekers gewoon gaan blijven komen. Dus u bent het heel positief dat de Mercado groter wordt? Zeker weten. Kijk, voor ons brengt dat toch ook meer bezoekersaantallen dadelijk. Een ruimer aanbod van winkels. Zeker winkels wat er nu nog niet liggen, die dat erbij gaan komen. En ja, dat is alleen maar een pluspunt voor Mercado. Daar. En de negativiteit eigenlijk van het centrum Beek? Het centrum van Beek is een heel ander genre inderdaad als wat hier in Mercado ligt. Dus ik denk dat die tweedeling wel heel goed opgesplitst gaat blijven. Dat mensen die wat eigenlijk in het centrum van Beek winkelen, shoppen anders als de winkelieren of als de winkel, het publiek hier in Mercado. Dus dat is eigenlijk een tweeledig iets. En overal vindt men dan wat. Dus dat is, ja. Hier komt je vaker winkelen? Geregeld. In de winter is het en ik hier in de 14 dagen. In de zomer, ja, als ik toevallig in de buurt kom, want ik kom van Voorts. Wat is uw voordeel om hier te komen winkelen? Overdekt. Als het slecht weer is, is het droog. En als het warm is, is het heikeul. Wat betekent voor u de verbouwing van de Mercado? Ja, de modernisering. En voor de rest, afwachten. Zit je er blij met? Ikzelf? Eigenlijk niet. Waarom niet, mevrouw? Omdat het toch voor de klanten heel veel rommel en toch zorgen met zich meebrengt. En er zijn ook lui die zich daar aan steuren dan. En dan misschien dan toch wel wegblijven. Ook als de verbouwing bezig is, blijf je hier komen? Waarom niet? Ik kom hier
bij slecht weer. Dan ben ik onder de haak. Ja, en wat is verboeing? Ik bedoel, overal wordt gewerkt. Het vallen wel een Spaanders, hè. Ik zie dat je ook allemaal kleine artikeltjes hebt, dus je zult ook wel veel last van de stof krijgen, denk ik. Dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel. Maar ik niet alleen, maar kijk eens naar de kleier daarachter. Hè? Dus je denkt dat de verboeming meer lui tot de mekade zou brengen? Nou, ik hoop het. Dus voor de winkeliers. Kijk, de crisis wat ze allemaal aan het vertellen zijn, daar werden ze ook aangekald, hè. Maar ja, Glijn, Zittert, Bijk, liggen toch in de centra's toch heel veel winkels leeg? Ik had gisteren door fotograaf van Geleen op de televisie gezien, op de L1. En daar zag dus dat Geleen een geweldige winkel zat worden. Maar ja, ik zie dat niet als ik in het centrum van Geleen ben.